I'm Adrian Cullen. I'm originally from Ireland. I was treated at the University Medical Centre in Utrecht in 2010 2011. I went to the hospital for treatment. A sample of tissue was taken and sent to the laboratory. But the results didn't come back to my doctor, and he didn't see them for two years. And in all that time, the cancer was growing inside me. The response of the hospital was atrocious. We wanted an explanation of what had gone wrong and an apology, an acknowledgement that something had happened at their hospital, and we didn't get that. Well, unfortunately, we were, we were driven to taking legal action. It took from 2013. To the end of 2015, so about two and a half years, to finally get a settlement agreement with the hospital. We were also told that there would be a gagging clause in our settlement agreement with the hospital, and that really tore us asunder. But we also could not bring ourselves. To sign a clause that says that we had no right to speak about what had happened to me in a hospital. And we couldn't do it. And that was one of the most stressful episodes that I have ever experienced in my life. It was very important in our case to go public with what had happened because the only thing that Hospital leaderships seem to respond to is being shamed in public. Hospitals are organisations, and they institutions, and they are deeply hierarchical. And the people at the top live and operate as though they are in a corporate world. They don't have the humility that the medical profession should be defined by. And I think that that change. Has to happen from the bottom up because the change is not going to happen from the top down because the top has been too comfortable where they are. It's all too easy for the patient to be the small person still, and nobody is fighting on our side. When hospitals fail, patients are damaged once. If this isn't handled properly for them, They're damaged twice. Ja, daar hoor je even stil van. Een uh, aangrijpende en sterke getuigenis van Adrian Cullen. Um, ja, ook opnieuw weer confronterend om te zien. Maar wel een passende inleiding tot deze vijfde Adrian Cullen Lecture: Open Disclosure after Serious Harm. Um, vandaar ook een. Warm welkom aan iedereen op deze vijfde lezing. We zijn Adrian dankbaar dat zij ons ook na haar overlijden blijft aanmoedigen om te leren en als ziekenhuis te blijven leren van dingen die fout gaan of niet lopen zoals ze moeten lopen. En door openheid te voorkomen dat we deze fouten blijven maken of gelijkaardige fouten maken. En bovendien openheid naar patiënten toe of hun naasten. Te voorkomen dat we extra leed toevoegen aan een situatie die mogelijk toch al heel moeilijk, als niet ondraaglijk is. Um, we hebben deze reportage kunnen tonen aan u dankzij de toestemming van um, de heer Peter Klusky, um, echtgenoot van Adrian Cullen. Um, therefore, a very warm welcome to you, uh, Mr. Klusky. En by extension um, adrians, family, and friends, and uh, guests from Ireland joining us um, today. Ook een uh, welkom, speciaal welkom aan um, ambassadeurs Brandon Rogers en um, Kevin Kelly. Ook voor u zal dit uh, zien van deze film een uh, aangrijpende uh, moment geweest zijn. Uiteraard heet ik ook. Alle anderen die ingelogd hebben vandaag op dit webinar, van harte welkom bij deze vijfde lecture over Open Disclosure bij Sirius Harm. Ik wil beginnen met een aantal praktische mededelingen. U kan dit webinar ook volgen in het Engels. Daarvoor moet u overgaan naar een andere stream waar de lezing simultaan vertaald wordt in het Engels. Als het goed is, verschijnt dat momenteel op het scherm. U kan het vinden op www.umcutrecht.nl-kullen-lezing. Wij nodigen jullie ook allemaal van harte uit om deel te nemen aan de discussie en ook vragen te stellen aan onze gasten die we vandaag in de studio hebben. Dat kan op twee manieren. U kan een mail sturen naar webinar -apenstaart. ...umcutrecht.nl... ...of via een app naar het nummer 06-83-132760. De lezing wordt ook opgenomen... ...en die kan u nadien zowel in het Nederlands als in het Engels bekijken. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Astrid Janssens, hoogleraar patiënten en publieke participatie... En naast mij staat eh, Remco van Lunteren, lid van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Welkom, eh, Remco. Remco, vorig jaar stond jij hier ook. Eh, en toen vertelde je, onder de indruk te zijn van die allereerste lezing, dat is ondertussen, dateert die van 2018, en van het feit dat je werkt in een omgeving ja, waar fouten, mogelijk grote als niet eh, telastreuze gevolgen kunnen hebben voor mensen... Ik heb zelf de lezingen nog eens opnieuw bekeken. Um, en een kernwoord dat mij, of een woord dat alvast heel veel terugkomt, is het woord leren. Um, waar situeer jij dit, dit leerproces en, en welke ontwikkelingen zie jij um, die er um, ja, plaatsgevonden hebben in de, in de afgelopen jaren? Ja, ik denk dat het is een um, ja, continu proces is. Dus um, um, uh, fouten zullen gemaakt blijven worden, hoe ja, desatreus inderdaad de gevolgen ook kunnen zijn. Wat ik zie is dat er wel, denk ik, zowel bij ons als bestuurders, maar ook uh, bij onze professionals steeds meer ook echt het besef is dat je ervan kan leren door er naar te kijken, door in gesprek te zijn, uh, door te kijken van hoe had je dit nou kunnen voorkomen. Um, uh, en hoe leer je dus inderdaad van wat daar gebeurt, hoe je het naar een volgende keer beter kan doen. Uh, 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 ook leren van de dingen die goed gaan, uh, want dat is soms ook gewoon uh, heel erg belangrijk om daarvan te leren en te zien. Uh, wat ik zelf in ieder geval uh, probeer te doen, is uh, uh, zoveel mogelijk ook uh, van tijd tot tijd ook uh, vanuit een patiëntperspectief is te kijken van hoe gaat het nou? En dan ook met bij die patiënt te beginnen. En daarvan dan terug te kijken van oké, okay, en hoe doet elk stukje in het zorgproces het nou? We noemen dat hier in huis noemen dat tracers. Uh, en die dus als bestuurder zelf ook te lopen, uh, houd je dus ook gewoon nabij en, uh, en ja, zicht en beeld uh, op wat je aan het doen bent. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat je op die manier dus kunt blijven leren. En van dit soort lezingen als deze. heb ik vorig jaar ook nog kunnen leren. Van het feit dat het soms ook gewoon alleen het feit dat je als bestuurder de aandacht hebt voor als er iets fout gaat en dat ze ook. Horen en zien ja. dat je daarbij ja. betrokken bent, nou, dat, dat is dan zoiets wat ik dan vorig jaar weer leer, dat je dan ook meteen probeert ja. Uh, ja. in zo'n volgend jaar weer in de praktijk te brengen. Ja. Ja. Nou, wat ik denk uh, uh, dit jaar mooi is, want we werken in een grote organisatie. Dus uh, we hebben met elkaar natuurlijk ja, bouw je veel historie op uh, uh, en uh, weet je dingen, maar er komen ook heel van een hele grote organisatie, veel nieuwe mensen binnen. En ook weer nieuwe professionals die we hier opleiden. Ja. En daarom is het mooi dat we dit jaar uh, de aandacht dus ook hebben op uh, de jonge dochter. Ja. Uh, de, de mensen die weer binnenkomen en weer gaan bouwen. En toekomst, uh, ja. uh, de nieuwe toekomst. En ja, die ook weer meebouwen aan, aan onze organisatie. En uh, ja, hoe leren die en uh, hoe brengen zij dat weer verder. En de frisse blik die zij ook vaak kunnen brengen. Ja, mooi thema voor dit jaar. Ik um, denk ook dat dat aanslaat bij wat um, Adrian... Bedoeld met bottom-up werken um, en zo verandering teweeg brengen of in gang zetten. Ja. Maar als dit uh, uh, een van de belangrijke dingen is ook dat, ja. uh, dat we jou natuurlijk ook hebben om ons uh, met jouw leerstoel ook nog een keer wat extra... Uh, ja. Hoe breng jij dat nou in de praktijk? Want jij probeert uh, uh, ook gewoon ook in jouw leerstoel ook wel echt die bottom-up benadering te doen. Dus ja. kun je daar iets meer vertellen hoe je daar al mee bezig bent? Ja, dus... Ik ben ook een van die uh, nieuwe medewerkers uh, in het uh, UMC Utrecht, zoals er um, velen komen. Um, en voor mij, vooral ook omdat mijn, mijn vakgebied of het onderwerp van mijn onderzoek patiëntenparticipatie is, is het ook voor mij fijn om de organisatie van binnenuit te leren kennen. En dus het gesprek aan te gaan met patiënten, um, met hun ervaringen en verhalen um, aan de slag te gaan. Um, want vanuit die rol um, hoogleraar, patiënten en publieke participatie. Leg ik mij toch vooral toe op um, het, het ja, beter begrijpen van patiëntenparticipatie. En de bedoeling is om, om daar rond kennis um, te, te genereren, te ontwikkelen, zodat we eigenlijk die volgende stap kunnen zetten in de patiëntenparticipatie, want er gebeurt ook al heel wat in het UMC Utrecht um, daar rond. Maar dat we eigenlijk kunnen evolueren naar een uh, ja, meer brede en duurzame inbedding uh, van patiëntenparticipatie. En dat onderzoeksveld uh, creëren, dat kan natuurlijk ook gewoon niet zonder patiënten en uh, naasten daarbij te betrekken, want ja, daarover gaat het uiteraard. Um, dus heel veel in, in mijn werk tot hiertoe ja, ga ik in, in verbinding en, en luisteren en probeer ik te begrijpen. Um, en dat zijn dingen die heel belangrijk zijn in mijn werk, omdat dat, dat een manier is om te zorgen dat iedereen zijn kennis en zijn vaardigheden... Um, op tafel kan leggen op de manier die passend is voor hem of voor haar, eh, zodat we daar eh, maximaal eh, mee aan de slag kunnen gaan. Ik vind het trouwens ook altijd een, een voorrecht om op die manier in het samen aan de slag te gaan. Ja, voor korte en soms ook voor lange tijd getuige te mogen zijn van eh, een deel uit te maken van het verhaal eh, van, van patiënten. Dus eh, ja, ja. Ja, heel blij dat je er bent. Dank je wel. En dank uh, je wel voor deze um, gezamenlijke introductie van de lezing. Wij hopen u um, in het komende uur een waardevol programma te kunnen aanbieden... Um, ...over open disclosure uh, bij Serious Harm. Um, en dan ja, introduceer ik eigenlijk uh, graag alvast onze volgende um, gasten. Um, want zij, zij komt iets vertellen over waar het dit jaar over draait, de patiënt en de jonge dokter. Um, Shirin Pemelmans, uh, van harte welkom. Jij bent uh, cardiothoracaal uh, chirurg um, in het UMC... en daarnaast ook coach voor uh, medici, zowel jonge als uh, minder jonge um, artsen. En bovendien sta je samen met een collega in jouw afdeling... voor de uh, kwaliteit van zorg en uh, patiëntenveiligheid. Uh, vandaag kom je iets vertellen gebaseerd op jouw ervaringen als coach en, en ja, kwetsbaarheid in, uh, in, ja, in heel het systeem hier. Um, ja, graag aan jou het woord. Dankjewel, Astrid. Het liefst had ik gehad dat deze lezing bestond onder een andere naam en met een andere reden. Maar het is hoe het is. Het is dankzij mevrouw Cullen dat we hier in ieder geval jaarlijks en gelukkig steeds vaker openlijk praten over de impact van een medische fout en alle aspecten die hiermee te maken hebben. In deze lezing spreek ik overigens afwisselend in u en je, waarmee ik zowel patiënten, jonge als oude dokters en alle anderen aanspreek. Soms tutoieer ik dus, soms niet. Dit jaar leggen we de focus op kwetsbaarheid: kwetsbaarheid van patiënten, van jonge en oude dokters. Kwetsbaarheid van mensen dus. Maar wat is dat nou eigenlijk, kwetsbaarheid? Volgens het woordenboek betekent kwetsbaar zijn weinig beschermd tegen beschadiging. Klinkt wat onheilspellend. Kwetsbaarheid in de zin van het woord zoals ik het vandaag bedoel, heeft in mijn ogen een iets positievere insteek. Meer in de trant van jezelf blootgeven. Je kwetsbaar opstellen, daarmee bedoelen we meestal delen wat je voelt. Uh, het delen van de impact die lastige situaties op je hebben gehad met anderen. Zeggen wat je lastig vindt ergens aan of aan iemands gedrag en wat het met je doet. En dat kan één op één of voor een hele groep. En dat is niet altijd makkelijk. Kwetsbaarheid tonen gaat namelijk vaak hand in hand met het idee. Van kwetsbaar zijn voor het oordeel van een ander. En de angst voor dat oordeel maakt vaak dat we het lastig kunnen vinden om ons kwetsbaar op te stellen. Het bestaat in allerlei soorten en maten: als je als patiënt of mogelijke patiënt het ziekenhuis inloopt, je moet uitkleden voor een dokter die je nog nooit hebt gezien. Maar ook als je als patiënt je ei kwijt wil over hoe je je voelt, hoe het voelt om een diagnose te krijgen of een behandeling. Of als er iets fout is gegaan. Daarover delen is niet de allernormaalste zaak van de wereld. En niet iedereen voelt die behoefte om het te delen met anderen. En dat hoeft ook niet. Maar wat wel fijn kan zijn, is de mogelijkheid hebben om het te kunnen delen als die behoefte er wel is. Gelukkig zijn er steeds meer artsen die daar oog voor hebben en daar actief naar durven te vragen. En dan is het aan de patiënt of die daar wel of niet iets over wil delen. Als dokter oog en oor hebben voor je patiënt en zijn of haar naaste, en met name voor de beleving. ...kan een wereld van verschil maken in het contact. Hoe was dit gesprek voor u? Heeft u zaken gemist tijdens dit gesprek? Het lijken banale voorbeelden, maar je kan uh, grote invloed hebben op de beleving van de patiënt. Je kunt er ook mee beginnen. Bijvoorbeeld, wat verwacht u van dit gesprek? Als patiënt ga je in principe vanuit vertrouwen een behandelrelatie aan met je dokter. En zo moet het idealiter ook blijven. Alleen, er zijn een heleboel factoren die aan het vertrouwen kunnen gaan rammelen. De belangrijkste, communicatie. Of met name het gebrek daaraan. Dingen niet vertellen. Dingen half vertellen. Of niet luisteren naar de patiënt. Niet vragen hoe het met iemand gaat. Ja, natuurlijk, we zijn beperkt in onze tijd. Maar dat ontslaat ons als dokters niet van de plicht om daadwerkelijk iemand te horen. Luisteren, samenvatten, doorvragen. De titel van menig communicatietraining. Maar het is wel een van de kernmanieren om daadwerkelijk in contact te komen met je patiënt. Ook als het dan even niet gaat over de ziekte of de behandeling. Aandacht voor de mens achter de patiënt. Met name als er een complicatie is geweest of een fout. Maar eerlijk, in mijn mening staat dat even op de achtergrond als er een gesprek wordt gevoerd over een complicatie of een ernstige fout. En wat er dan met name op de achtergrond staat is jouw gevoel als dokter. Jouw gevoelens als dokter staan dan op dat moment even onhold. Dat is overigens niet hetzelfde als je gevoelens niet laten zien tijdens zo'n gesprek. Daar is werkelijk niets onprofessioneels aan. Sterker nog, dat maakt je mens. Maar het gaat op zo'n moment in dat gesprek even niet over wat jij voelt. Dat staat dan even op de achtergrond. Om dat ook zo te kunnen doen, is een aantal zaken van belang. Je in de ander kunnen verplaatsen, kunnen sommige mensen van nature. Andere mensen gaat het minder makkelijk af. Waarom dat zo is, is denk ik binnen de context van deze lezing niet van belang. Veel interessanter is het om te kijken naar hoe je dat kunt versterken. Zodra termen als sympathie, compassie en empathie om de hoek komen kijken, haken veel mensen af. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Is dat nodig? Ik ben bang dat ik zelf ook verdrietig word als ik inga op het verdriet van de patiënt. Allemaal uitspraken die gedaan zijn door zorgprofessionals. Om hier beter begrip van te krijgen is het van belang de verschillende termen goed te begrijpen. Op deze dia ziet u op de X-as onderin van links naar rechts het inlevingsvermogen, het begrijpen wat de ander meemaakt. Op de Y-as van onder naar boven ziet u de bereidheid om actief te ondersteunen. U kunt zich voorstellen dat iemand die weinig inlevingsvermogen heeft en ook weinig bereidheid tot ondersteunen, blijft steken bij medelijden. Dat gaat vaak onbewust gepaard met angst en/of sentimentaliteit. Een stapje verder komen we bij sympathie. Ik vind het heel erg voor u. Dan heb je een bepaalde affiniteit met de persoon tegenover je en je voelt je oké okay met zijn of haar gevoelens en betrekt dit niet meteen op jezelf. Het gaat vaak snel over in empathie. Ik voel of ik leef met u mee. Empathisch luisteren houdt in dat je de aandacht richt op wat de ander in het hier en nu voelt en nodig heeft. Ook al vertelt diegene een situatie uit het verleden. Om te kunnen zeggen dat je met iemand meeleeft of meevoelt en het te menen, is het fijn om je te kunnen verplaatsen in de patiënt. Daarna kom je al gauw uit bij compassie. Een combinatie van je goed kunnen verplaatsen in de, in de ander en een hoge mate van bereidheid om te helpen. Het natuurlijke vermogen om je betrokken te voelen bij pijn en lijden met de wens dit in anderen te verlichten en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat het belangrijk is om je bewust te zijn van deze verschillen. Want als je hier bewust van bent, wordt het misschien ook makkelijker om de mens achter de patiënt te blijven zien. En niet alleen achter de patiënt. De nadruk ligt vandaag op kwetsbaarheid. Zoals gezegd, niet alleen van de patiënt, maar ook van de jonge dokter. Als we nou beginnen bij de jonge dokters, als we nou beginnen om juist hen bewust te maken van hun kwetsbaarheid, maar ook die van de patiënt. Als we bottom-up, zoals mevrouw Cullen dit in haar filmpje zo mooi zei, deze bewustwording teweeg kunnen brengen, alleen dan kun je hopen op een fundamentele verandering binnen de zorg als het bijvoorbeeld gaat om het bespreekbaar maken van fouten en je als dokter kwetsbaar op kunnen stellen. Of als het gaat om wat meer menselijkheid in de zorg te brengen. Begrijp me niet verkeerd, ik vind echt niet dat dat ontbreekt in de zorg. Ik vind alleen dat we ons er wat meer bewust van mogen zijn dat de menselijkheid ook, naast het medisch inhoudelijke, een essentieel onderdeel is van ons vak. We werken met mensen. Een onderdeel dat door de verhoogde werkdruk, door onder andere een berg administratie en neventaken vaak onderbelicht wordt en blijft. Menselijkheid kun je natuurlijk op meerdere manieren uitleggen. Wat ik ermee bedoel in deze context, is oog hebben voor de mensen waar je mee werkt. Oprecht geïnteresseerd zijn in hoe het met ze gaat. Oog hebben voor het feit dat iemand zich ogenschijnlijk van het een op het andere moment terugtrekt en stiller wordt. Dat iemand er vermoeider uitziet dan anders. Vragen hoe het met iemand gaat. Dat is een onderdeel dat met name bij de oudere dokters, de zittende generatie, niet per se op de voorgrond stond toen zij het vak betraden. Maar dat neemt niet weg dat de hoop voor diezelfde zittende generatie weg is. Integendeel. Ook wij oudere dokters, en daar schaar ik mezelf voor het gemak dan ook maar even bij. kunnen veranderen in onze houding naar de jonge dokters, mocht dat nodig zijn. Het begint met bewustwording. Bewustwording van de verschillen tussen medelijden, sympathie, empathie en compassie. En hoe mooi is het dat u als supervisor van een jonge dokter. compassie kan hebben met deze dokter als zij of hij een fout heeft gemaakt of denkt deze te hebben gemaakt? Daar is uitermate weinig voor nodig. Het begint bij het opzij zetten van uw eigen oordeel over hoe iets had moeten gaan. Opzij zetten van het oordeel dat deze jonge dokter er misschien wel heel anders mee omgaat dan u destijds. In mijn tijd, wie van u heeft dat wel eens gezegd of gedacht? Hoewel de neiging van velen zal zijn om de handeling die heeft geleid tot de potentiële fout vooral inhoudelijk te analyseren en misschien wel openlijk te veroordelen. Werkt het in de praktijk ook bij jonge dokters zo, om de mens achter de jonge dokter te kunnen blijven zien? And practice makes almost perfect. Dat zou u moeten aanspreken, aangezien het artsenvak zich tot een vak met een van de hoogste percentages perfectionisten mag rekenen. En sterker nog, dat zou u toch ook willen als u zoiets overkomt. Hoe jong of hoe oud je bent, je blijft mens. Als supervisor of oudere dokter is het naar mijn mening ook voor het grootste deel onze verantwoordelijkheid om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waardoor de jonge dokter het initiatief durft te nemen om bijvoorbeeld te vertellen dat er iets verkeerd is gegaan of bijna verkeerd, of dat zij of hij ergens aan twijfelt. Maar wat is nou eigenlijk veilig? Het kan een enorm beladen woord zijn, zeker in deze tijden, want al gauw is een omgeving onveilig. Een veilige omgeving is volgens mij een omgeving waar de jonge dokter voelt, en ja, dat is dus subjectief, dat in openheid gedeeld kan worden over twijfels, neermisses en fouten. Dat kan in een een op één met een supervisor, maar dat kan bijvoorbeeld ook in een hele groep bij, tijdens de overdracht. Wanneer voelt een jonge dokter zich nou veilig? De jonge dokters die ik hier naar gevraagd heb, gaven eigenlijk allemaal aan dat de meeste supervisoren waarbij ze zich veilig voelden, de mensen waren die hen vanuit gelijkwaardigheid benaderden, als mens. Dat zorgde er bij hen voor dat ze zich kwetsbaar durfden op te stellen. Dat ze durfden te delen in hun onzekerheid zonder heel bang te zijn dat ze daarop zouden worden afgerekend. Zonder heel bang te zijn dat daar meteen een oordeel op zou worden geplakt. Zonder heel bang te zijn dat ze daarmee meteen het stempel incompetent, onzeker, ongeschikt of noem een willekeurige negatieve connotatie zouden krijgen. Als jonge dokter ben je in een afhankelijkheidspositie en het kan heel spannend zijn om je kwetsbaar op te stellen. Dat betekent dus dat wij als oudere dokter de eerste stap moeten zetten om die drempel te verlagen. Als je met je artsassistenten alleen maar vakinhoudelijke gesprekken hebt, waarin je sterk je oordeel over beslissingen die anders zijn dan de jouwe naar voren laat komen, tien tegen één dat een jonge dokter jou niet uitkiest om zich kwetsbaar op te stellen. Nou, zullen er dokters zijn die dit horen en denken prima, hoef ik ook niet. Dat is ook niet aan mij besteed dat geklets over gevoelens, en dat is prima. Ik vind het interessant omdat het mij direct doet afvragen wie voor jou dat voorbeeld is geweest om je zo op te stellen. Maar dat terzijde. Overigens, dit betoog over het creëren van een veilige omgeving betekent niet dat we het de hele dag alleen maar moeten hebben over gevoelens en veiligheid. Alsjeblieft niet. Het betekent dat we ons, zeker de oudere generatie, die echt andere voorbeelden hebben gekend veel bewuster mogen zijn van het feit dat de jonge dokters van vandaag op een andere manier kijken naar het vak, naar de omgang met elkaar en daarin veel duidelijker hun grenzen aangeven, althans daar waar die mogelijkheid er is. Wat ik zojuist heb benoemd valt of staat in mijn ogen ook met het vermogen tot reflectie. Van de supervisor, maar ook van de jonge dokter. Als je moeilijk in staat bent om zelfreflectie toe te passen, kan het lastig zijn om te leren van mogelijke fouten. En als je dat als supervisor niet hebt geleerd, kan het dus lastig zijn om dat te leren aan een jonge dokter door het voor te doen. Maar ook om om te kunnen gaan met een jonge dokter die dat wel wat beter kan en die zich daarmee dus ook kwetsbaar durft op te stellen. Wat kan er allemaal van binnen gebeuren als je zelfreflectie toepast en je om te beginnen naar jezelf kwetsbaar opstelt? Een heleboel. Niet alleen maar positief. Volkomen normale gedachten en gevoelens zijn bijvoorbeeld, zie je wel, ik kan het ook helemaal niet. Nu komen ze erachter dat ik helemaal niet zo goed ben als ze denken. Ik kan maar beter stoppen. Als ik niks zeg, is er ook niks gebeurd. En ga zo maar door. Niet bepaald helpende gedachten. Want stel je eens voor dat je op deze manier tegen jezelf blijft praten op het moment dat er iets is gebeurd dat echt niet de bedoeling was. Voel je je dan beter of slechter? Ik durf te gokken op het laatste. Je gedachten bepalen namelijk voor het overgrote deel hoe je je voelt. Het goede nieuws, je hebt zelf de keuze om te bepalen. Welke gedachten en dus bijbehorende gevoelens je laat overheersen. En als je dat nog niet zo goed kan, kun je daar altijd hulp bij vragen, maar dat terzijde. Wat zou er gebeuren als je, nadat je de negatieve gedachten hebt gehad en die vervolgens even laat, besluit om helpende gedachten te denken? Gedachten als, op welk deel hiervan heb ik echt invloed? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Wat helpt me om me beter te voelen? En daarmee bedoel ik echt niet dat je juichend door de gang zult lopen na het maken van een fout. Maar ik bedoel er wel mee dat door dit soort helpende gedachten de lading er een klein beetje afgaat, waardoor de ruimte ontstaat voor groei. Er ontstaat een kleine opening waardoor je er een beetje op een afstand naar kunt kijken. En die afstand is nodig om te kunnen inzien en te leren wat je de volgende keer anders zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Dit is wat je zelf kunt doen op het moment dat er iets gebeurt, een fout of een neermis dat niet de bedoeling is. En hoe kunt u daar als supervisor op reageren? Bijvoorbeeld door dit rijtje af te gaan met de betrokken jonge dokter. Ruimte te laten voor de niet helpende gedachten om het vervolgens naar de helpende gedachten om te kunnen buigen. Soms kan het helpen om voorbeelden te noemen uit uw eigen carrière die vergelijkbare gevoelens hebben opgeroepen. Uw kwetsbaar opstellen heet dat. Daarmee geeft u het voorbeeld aan een jonge dokter dat de onfeilbaarheid die op een of andere manier verweven is geraakt met het doktersvak er een beetje afgaat. We zijn namelijk niet onfeilbaar. Dus laten we ons dan alsjeblieft ook niet zo gedragen als we willen dat het beter wordt. Want op het moment dat de jonge dokter begrijpt hoe het werkt en de veiligheid ervaart om kwetsbaar te kunnen en mogen zijn, komt dat de relatie met de patiënt alleen maar ten goede. Trouwens, het vakinhoudelijke deel is ook uitermate belangrijk als leermoment voor een jonge dokter. Dus ik pleit er zeker niet voor om dat buiten beschouwing te laten. Integendeel, daar zitten ook essentiële leermomenten in. En daar kunnen ook oudere dokters weer van leren. Waar ik voor pleit, is dat u als supervisor daarnaast ook oog hebt of houdt voor de emoties die dat op kan roepen bij een jonge, onervaren collega. Zonder oordeel over die emoties, zonder er meteen een sticker op te plakken. Als wij dit als ervaren rotten in het vak op deze manier kunnen doen, zal de jonge generatie dokters dat zonder meer overnemen. Wij zijn het voorbeeld voor de jonge generatie, ook in hoe ze iets niet willen. En wat siert een mens op het moment dat het niet is goed gegaan? De mate van zelfreflectie om er vervolgens van te leren, om het de volgende keer beter te willen doen. Stelt u zich eens voor. U komt er na een nachtje slapen achter dat de primaire reactie die u hebt gegeven aan de jonge collega die iets kwam opbiechten, eigenlijk een averechts effect heeft gehad. Hoe sterk bent u dan als u de volgende dag naar diezelfde jonge collega toe durft te gaan en kan zeggen wat uw inzicht geweest is die nacht? Of misschien zelfs uw excuus kunt maken voor de manier waarop u hebt gereageerd. Het aloude adagium see One, do One, Teach One gaat ook in deze context op. Dit is wat we doorgeven en dat moeten we blijven doen want uiteindelijk is de patiënt degene die hier de grootste en belangrijkste vruchten van plukt. Hoe zou de zorg eruit zien als het volkomen normaal zou zijn om op een open manier te kunnen communiceren met patiënten juist als er iets fout is gegaan? Het gebeurt gelukkig steeds vaker, maar we zijn er nog lang niet. Hoe zou het eruit zien als de dokter zich kwetsbaar durft op te stellen jegens de patiënt? Zoals ik het tot nu toe heb meegemaakt, open en eerlijke communicatie over een fout of een complicatie of een neermis wordt over het algemeen, en ik chargeer, maar toch... dermate gewaardeerd door de patiënt... dat het de dokter-patiënt-relatie meestal alleen maar ten goede komt. Want ik blijf geloven dat een in ieder intentie die in de zorg werkt... is om de patiënt te helpen. Het blijft mensenwerk, maar dat neemt niet weg... dat we onze kwetsbaarheid juist mogen laten zien als dat nodig is. Omdat dat ons bindt. Het feit dat we allemaal mens zijn en we ons kwetsbaar kunnen opstellen. Probeer het eens. Shirin... Bedankt. Heel interessante, uh, ook warme uh, lezing, vond ik zelf. Uh, met een oproep om, om misschien niet meer uh, menselijkheid, want je zegt die is er wel in de zorg. Zeker. Maar misschien om die menselijkheid waar die er is ook te tonen. Um, ik kijk even ondertussen of er vragen zijn. Die zijn er niet. Bij deze opnieuw een oproep um, aan jullie, aan het publiek, om uh, vragen in te sturen. Dat kan zowel via e-mail um, als via de telefoon. Um, je hebt. Ja, deze lezing denk ik komt vooral vanuit jouw ervaringen en vanuit jouw ja, praktijk als arts, maar ook jouw ervaringen als, als coach. Um, het ging over menselijkheid, over kwetsbaarheid, maar ook over reflectie. Ja, ka kan je er misschien met een concreet voorbeeld iets bij ja, het, het wat meer concreter maken voor de mensen thuis? Om, om, ja, hoe, hoe moeten we dat voor, voorstellen? En, Wanneer er zoiets gebeurt dat niet gepland is, um, of dat je achteraf van denkt van ja, dat had beter gekund. Ja, wat dan? Ja, uh, dankjewel voor je mooie woorden. Uh, nee, dat, dat, die voorbeelden heb ik zelf helaas ook ten over. Uh, een groot deel van deze presentatie is inderdaad geënt op eigen voorbeelden, maar ook inderdaad mensen die ik spreek, ook in ziekenhuizen, ook in de praktijk. Um, nou ja, een, 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 voor, een concreet voorbeeld uit de praktijk. Een aantal jaar geleden heb ik in de nacht een spoedoperatie gedaan bij een patiënt, waar ik heb gekozen: dat was een bypassoperatie, waar ik heb gekozen voor een bepaald type constructie. Het voelt weer even te ver om daar technisch op in te gaan. Ik had ook kunnen kiezen voor een ander type constructie. Uh, en de volgende ochtend bleek eigenlijk dat uh, een deel van die constructie steeds begon te draaien op de momenten dat dat niet moest. Waardoor de patiënt toch nog steeds dezelfde klachten hield en opnieuw geopereerd moest worden. Um, en dat is, uit, dat is allemaal goed gekomen. Alleen, nou ja, de gevoelens die het bij mij opriep... waren natuurlijk niet, goh, ik heb het goed gedaan. Um, dus zodra ik dat hoorde, ben ik eigenlijk naar die patiënt toegegaan... Uh, en heb ik gezegd, dit is absoluut niet mijn intentie geweest. Dit was, dit, ik vind het heel erg dat dit gebeurd is... want u werd al met spoed geopereerd in de nacht... en nu moest u binnen twaalf uur daarna nog een keer geopereerd worden. Dat is helemaal niet wat ik wilde. Ik vind het heel erg. En ik had achteraf dus misschien toch voor die andere constructie moeten kiezen... Uh, waarop de patiënt heel lang stil bleef. Uh, en ik dacht, oké, okay, nou, daar gaan we. En vervolgens tegen mij zei... alleen al het feit dat jij meteen, zodra je het hoort... aan mijn bed komt en uitlegt hoe je je voelt... Uh, is voor mij eigenlijk al genoeg. Je hebt je werk fantastisch gedaan en dit kan gebeuren. En dat is natuurlijk heel fijn dat een patiënt zo reageert. Ik heb ook meegemaakt dat een patiënt niet zo reageert. Um, en, en ook dat kun je een patiënt niet kwalijk nemen. Maar ik pleit ervoor om ondanks de onvoorspelbaarheid misschien wel van de reactie ja, van ja. mensen, ja. om toch uh, zoveel mogelijk open te zijn over dingen die aantoonbaar niet helemaal zijn gegaan zoals je had ja. gewild. Ja, en dat ook niet te laten aanslepen en daar onmiddellijk mee voor de dag te komen. Idealiter wel, ja. 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 Bedankt voor je voorbeeld. Um, ja, ik wil eigenlijk nu even... Maken of ruimte creëren voor um, ervaring van patiënten en naasten ook uh, een plek te geven in deze lezing vandaag. Um, en we hebben het uh, ja, genoegen om een, een filmpje te tonen van um, de moeder van Joost, uh, die vertelt over, over haar ervaringen uh, in dit ziekenhuis. Um, ja, het, door een ingrijpende, um, le, ja, levensbedreigende. Um, Aandoening zijn, is, is, is Joost een, een hele reeks van behandelingen um, moeten ondergaan. En ja, de moeder van Joost vertelt over hoe dat zij dat ervaren heeft. Um, laten we gaan kijken. Als ik terugdenk aan die periode, denk ik vaak: wij waren vermoeid, wij waren verdrietig, wij moesten alert zijn, het voelde onveilig. Toekomst voor je. Proost op een huis. Ik uh, ben de moeder van Joost. Joost kan er zelf niet bij zijn. Dit is een foto van Joost, hoe die was. Drie jaar geleden. Joost, 29 jaar, had een mooie reis gemaakt naar Colombia en kwam eigenlijk ziek thuis. In het Jeroen Bosch ziekenhuis werd geconstateerd dat Joost een ernstige endocarditis had. Dus een ziek hart. Dus er werd vrij snel contact gezocht met het UMCU. En wij zijn uh, uh, met Joost vertrokken op zaterdag. En hij is op zondag met spoed geopereerd. En daar heeft hij een uh, mechanische hartklep gekregen. Wel, en ik wel, dan denk ik: Gods, wat heb je gebikkeld. Die periode heeft hij uh, goed afgesloten. Zo goed dat hij weer terug kon naar het Jeroen Bor ziekenhuis. En toen bleek dat Joost een hele grote hersenbloeding had. Een gevolg, een complicatie van het gebruik van de antistolling en daarvoor al eigenlijk zijn we beschadigd uh, hersenweefsel. Dus dat heeft veroorzaakt dat uh, hij weer met toeters en bellen terug moest naar het UMC. Er was enorm veel druk in zijn hoofd door die bloeding. Dus er moest een drain in, toen moest er een stuk bot uit zijn schedel. Uiteindelijk is Joost negen keer geopereerd. In die periode is Joost... Uh, heel veel verhuisd van afdeling naar afdeling. Uiteindelijk heeft zijn hele ziekteperiode uh, 18 uh, verplaatsingen uh, teweeggebracht. We hebben regelmatig meegemaakt uh, dat de medicatie helemaal niet goed uh, was. Uh, dat de dossiers maar half bekend waren. Uh, wij moesten heel erg uh, nou ja, scherp blijven en zijn, uh, uh, omdat het vaak gemist werd. Hoe vaak wij. Uh, niet hebben aan moeten geven dat Joost bijvoorbeeld antistolling uh, moest gebruiken. Ja, dat was te veel en te vaak. En um, dat doet wat met je. Die hele periode um, kenmerkt uh, voor mij vooral één, natuurlijk het ontzettende verdriet over Joost. Tegelijkertijd het zo erg voor hem moeten opkomen, dat geeft ook een onveilig gevoel. Dat geeft ook het gevoel. Dat je denkt, jemig jongens, is er hier iemand wakker? Denk met ons mee, voel met ons mee. Als ik terugdenk aan die periode, denk ik vaak... wij waren vermoeid, wij waren verdrietig, wij moesten alert zijn. Het voelde onveilig. En wij voelden ons uh, ook te weinig gehoord. Dat er niet één iemand opstond, dat er niet één arts dacht van... hé, hey, het is goed dat ik gewoon met die familie, dat ik het contactpersoon word. Dat er één iemand gewoon... Overal een beetje begrijpt wat er gaande is bij Joost. Um, dat had geholpen. Ja, ja. Joost. Tweede opname, en dat was uh, 10 augustus 2019. Toen was daar een assistent op de afdeling. Die zei: uh, Familie, goed dat u er bent. Um, wij uh, uh, spreken met elkaar af. De dagen dat ik er ben, zullen we vijf minuten uh, overdag aan het einde van de dag even kort met elkaar een gesprek hebben. Hij koppelde dus ook de informatie terug met zijn uh, uh, opleider, meerdere. Um, dat deed hij heel goed. Hij, uh, hij kwam voor Joost op. Dat is hoe het zou moeten zijn, denk ik. Idealitair, ja. Joost, die uh, heeft toch wel heel veel beperkingen en heel veel schade. Wat hem het meest in de weg zit, is denk ik zijn geheugenprobleem. Hij heeft geen geheugen, geen lange termijn, geen korte termijn geheugen. Dus alles wat Joost doet, is elke minuut nieuw. Wij uh, gaan uit van onze eigen uh, kracht, denk ik. Ja, dat wij het leven doen zoals we het doen en dat dit het is. En Joost leeft in het nu. Wij ook zoveel mogelijk. Daarnaast. Uh, moeten Dik en ik, zijn ouders, natuurlijk wel nadenken over welke stappen zijn er nog en wat uh, kunnen we nog doen in de toekomst. Dit dossier van Joost is zo complex. Daar moet van geleerd worden, daar moeten mensen veel meer van weten, want eigenlijk mag dit gewoon nemen, nooit meer zo gebeuren. Is dat dan zo, dat je een schadeletseladvocaat erop moet zitten, dat we tien jaar met elkaar moeten bakkeleien, eh, procederen. Zou het zo zijn dat een dokter daar uiteindelijk dan beter van wordt? Dat betwijfelen wij. Dat denken wij niet. Wij denken dat we eh, door te spreken en door het dossier van Joost eh, onder de aandacht te brengen... en door aan te geven eh, bij elke arts van... Eh, jongens, kijk hiernaar, ik denk dat dit eh, heel eh, leerzaam zou moeten zijn voor jullie... Hè. Um, dat we daarmee meer bereiken. Heel aangrijpend verhaal. Um, ik wil dan ook uitdrukkelijk de moeder van Joost en de familie van Joost bedanken voor hun toch wel heel openhartige bijdrage. Um, we blikken zo meteen terug uh, op dat verhaal, um, maar ik wil eerst graag onze nieuwe gasten in de studio verwelkomen, want we starten het. Van, uh, van over het thema van vandaag: de patiënt en de jonge dokter. Um, want ja, hoe gaat zo'n jonge dokter om en wat is die zijn rol en bijdrage wanneer er iets misgaat of wanneer er schade berokkend wordt aan een patiënt? Hoe zorg je dat er opnieuw vertrouwen um, gecreëerd wordt of dat er terug vertrouwen opgewekt wordt bij uh, de patiënt? Hoe creëer je een, een setting of een context waarin het mogelijk is om te reflecteren en te werken uh, met, met mogelijk die fouten? Um, dat gesprek gaan we aan met uh, Shirin, die hier al is. Met Fia arts um, artsonderzoeker radiotherapie, neuro-oncologie en arts niet in opleiding specialist medische oncologie. Um, welkom Fia en ook uh, welkom aan Filip de Vos, internist, oncoloog um, en supervisor. Dank dat jullie erbij willen zijn. Ik ga toch nog heel even terug naar jou, Shirin. Jij hebt zelf je lezing gestoeld op, op ervaringen van, van jezelf als arts en als coach. Ja, en dan zie je dit verhaal of dan hoor je dit verhaal. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is een, een enorm indrukwekkend verhaal. En ik vind het ook heel knap verwoord van de moeder van Joost. Um, die heel goed aangeeft waar ze precies behoefte aan hebben gehad tijdens die hele opname of heropname eigenlijk. En vooral wat ze hebben gemist. Um, het valt me op uit het verhaal dat wij als artsen kennelijk ook veel aannames hebben gedaan. Uh, aannames dat iedereen wel op de hoogte zou zijn van de inhoud van het dossier. Of uh, alleen al zo, zoiets oogschijnlijk eenvoudigs als de, de bloedverdunning die hij nodig had. Uh, dat soort dingen. En dan, en dan is daar ineens wel een, een jonge dokter die daar wel oog voor heeft en die wel ziet wat zo'n familie nodig heeft en wat de patiënt nodig heeft. Ja, ja. Uh, en die zich dan ook verdiept en zegt van, goh, ik ga jullie gewoon, wanneer ik er ben, ga ik jullie bijpraten. En dat, dat maakt dan dat de familie daar gewoon kan zijn in ja. al hun verdriet en zorgen en niet ook nog eens een keer het gevoel hoeft te hebben dat ze moeten opkomen voor hun zoon ja. uh, en ook dan ook nog op medische inhoud, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet hun taak is. Ja. Um, dus ik, ik vind, ja, wat, wat die jonge dokter heeft laten zien is eigenlijk wat ik net uitlegde onder de term compassie. Dat is echt compassie. Ja. Hij heeft ook ja. meteen daar actie op ondernomen, uh, een hele duidelijke actieve component. En hij heeft ook de belangen van Joost heel goed weten te behartigen als schakel tussen mm -hmm. de patiënt en de supervisor, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat ik vind dat hij dat echt op een hele hele knappe manier heeft gedaan. En ik ja, tot slot ben ik het ook helemaal eens met de moeder van Joost dat dit onder de aandacht brengen op deze manier veel meer impact gaat hebben op dokters dan wanneer je er inderdaad een letselschadeadvocaat ja. op zet. Ja. Dus, uh, ja. Vandaar ook dat we hier uh, het gesprek aangaan met uh, een jonge arts. Uh, via, als jonge dokter heb je zelf twee keer een ervaring gehad waarbij het beter kon of waarbij het niet gelopen was zoals je dat gewenst had. K kan, je, kan je daar iets meer over vertellen? Wil je dat delen? Ja, dank. Um, ja, ik heb één keer een klacht gehad van een patiënt, waar het even duurde tot ik steun kreeg van mijn supervisor. En ik heb later nog een moment gehad waarvan ik zelf dacht: hmm, misschien heb ik het niet helemaal goed gedaan ja. met medicatie, uh, waar ik me wel direct uh, gesteund voelde door mijn supervisor, Filip. Um, en ik merkte dat juist door daar meteen over te kunnen praten, dat het mij, dat mij heel erg hielp om mijn gevoel aan de kant heel even aan, een beetje aan de ja. kant te kunnen zetten. En daar ook iets van te kunnen leren. En daardoor eigenlijk uiteindelijk ook een betere dokter te worden. Terwijl ik het in het begin mm. heel erg moeilijk vond, of tenminste spannend vond, om ja. te reflecteren op mijn kunnen. Zoals ja. Sherine denk Kan al noemde. Want wat als ik dan tot de conclusie kom dat ik toch niet zo goed ben? Ja. En dan? Ja, ja. Hoe, hoe kan ik. Ja, wat met de patiënt. Um, zijn, zijn er dingen die je dan in. wanneer je zegt van. Uh, erkennen van je eigen fouten en reflecteren daarop. deel je dat met de patiënt? Hoe ga je daarmee aan de slag? Um, soms deel ik dat met de patiënt. Bijvoorbeeld door te noemen dat ik nog geen specialist ben. en dat ja. ik het de volgende dag nabespreek. Ja. Dat kan dat ik eventueel nog iets extra's. Terugkoppel. Mm -hmm. uh, uh, en ik denk dat ik ook heel veel leer door te reflecteren op wat ik zie gebeuren bij de patiënt. Okay. Soms zie je non-verbaal iets gebeuren en denk ik: Oh, hmm, misschien moet ik dat uitgebreider uitleggen. Of is dat net een verkeerd woord in deze context? En dat zal ik de volgende keer anders doen. Ja, dus patiënt en naaste, wanneer je daarmee um, in gesprek gaat, zijn op zich ook een bron van informatie om. Ja, om, om jezelf te evalueren. En, ontzettend. Ja. ontzettend. Ja. Naast dat ik heel veel leer van mijn supervisor en van mijn collega's, leer ik heel erg veel van mijn ja. patiënten. Oké, okay. ja. Bedankt. Filip, wil je misschien. Je, jij was daarbij betrokken als, als supervisor. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, ik, ik ben heel erg dankbaar dat uh, FIA meteen naar me toe kwam. Uh, dat zegt iets over onze relatie samen. Dat ik uiteindelijk toch. ja. me op een gelijke voet stel als Via. En dat we samen. ook al is het iets heel persoonlijks. en iets heel erg emotioneels op dat moment ook. dat we samen daar onze weg in kunnen banen. ik moet nog enorm nadenken over de lezing van Shirin. Want. Het gaat zoveel door me heen op dit moment. Ik merk namelijk ook mijn opleiding in de tijd was: leer je rijtjes van buiten, zorg gewoonweg dat je je examens haalt en zorg ervoor dat je snel tot een effectief beleid komt. Dus met, met nadruk op het inhoudelijke ja. dan. Ja, het en Het, het nederige, het kwetsbare opstellen, dat heb ik bij schade en schande zelf ook mezelf moeten aanleren. Um, vaak dacht ik, ik: ik doe een spiegel naar mijn patiënten en ik zorg ervoor dat net zozeer dat ik een spiegel naar de jonge dokters doe, dat zij zien wat ik zie. Mijn normen en waarden op hun neerleggen. Uh, ja. Dat heeft mij ook geleerd dat in sommige gevallen kan het een mooie ijsbreker zijn. In de meeste gevallen krijg je weerwind. En dan is het altijd de vraag: van, wat doe je vervolgens met die weerwind? Um, wat ik heb geleerd is: luister eerst naar het probleem, naar de mens. En wat jij ook zei, laat die negatieve gedachten eerst maar hun uitwerking hebben. En kom dan vervolgens op die positieve gedachten uit. Dus ik denk, het eerste wat ik tegen je heb gezegd is: goh. Wat fijn dat je bij me bent. Ja, ja klopt. Als ik aan hem terugdenk, dan was het ook zo dat je had oog voor hoe ik me voelde. En dat mocht er eerst zijn. En toen hebben we ook nog inhoudelijk bekeken of het goed was, wat er anders had gekund. En juist die combinatie gaf mij dat ik me gesteund voelde. En of ook dat je me na het weekend nog even vroeg of ik het dit weekend ook een beetje los kon laten. En vond je uh, dat ik me kwetsbaar genoeg opstelde naar je toe? Zijn er zaken dat je zei van ja, dat is anders gegaan bij die vorige opleider dan wat ik heb gedaan? Ja, ik denk dat je me veel eerder de hand reikte. Hm. Uh, in, in de andere situatie was het ook zo: nou ja, zet het maar even zelf op een rijtje hoe dat is gegaan. En uiteindelijk, juist omdat ik het zelf op een rijtje heb gezet, heb ik er inhoudelijk heel veel van geleerd. Maar was de emotie daar ook heel lang een blokkade? Om, en juist door eerst even die emotie te kunnen laten gaan, kon ik daarna inhoudelijk goed met jou kijken. Dus juist dat was heel erg fijn. Dat was het, denk ik het grootste verschil. En misschien doen we dat in de spreekkamer ook vaak. Juist om eerst de emotie van de patiënt er te laten zijn en te benoemen dat je het heel erg heftig vindt. Wat er aan de hand is, of waar de patiënt doorheen moet, dan kan je daarna uitleggen wat je graag wil uitleggen aan de patiënt. Dus ik denk dat we in deze twee dingen juist een voorbeeld kunnen nemen voor beide situaties. Filip, als supervisor, hoe creëer jij zo'n zo veilige context? Want ja, jij zegt wel van ik voelde meteen dat, de, dat, ik, dat, dat er een, een opening was, maar hoe creëer je dan zo'n. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij een, ja, een veilige omgeving, een veilige context waarin dit kan. Ja, dat, dat heb ik zelf ook niet geleerd. <laughs> Deels denk ik uh, komt het van nature dat ik gewoon ja. een vrij open um, houding probeer aan te meten... door iemand gewoon welkom te heten. Um, het is soms een pitfall, soms heb ik het te druk en dan zeg ik ja, het komt nu even niet uit. En dan merk ik ook meteen dat ik daardoor weer wisselgeld kwijt geraak, omdat dan de persoon in kwestie zegt van... oeh, maar wanneer mag het dan wel? Dus ik merk... ik heb daar misschien ook een zekere affiniteit voor... gecreëerd bij mezelf. Een gevoeligheid. Um, en dat koppel ik dan altijd heel snel ook terug. Ik ben niet, de, ja. de verkeer, ik ben niet verkeerd... dat ik denk van... ja, oké, okay, dit is niet goed gegaan. Misschien weet ik nog niet helemaal... wat ik fout heb gedaan. Maar ik ga het wel op tafel al neerleggen. En, en dat helpt inderdaad om, om... dan ook weer terug... Ja, die rust te krijgen die we nodig hebben in zo'n situatie. Um, ja, soms vertel ik ook over mijn eigen leven. En dat, ja, dat hoeft niet altijd persoonlijk te zijn... maar het gaat soms ook over wat ik zelf heb meegemaakt. Mm -hmm. uh, ik leg soms... Het is wel grappig. dat dan, dan heeft zij haar patiënten verteld en dan vertel ik hem over mijn patiënten. En dan is het een soort van gesprek Inter die zich Intervisie, ontspelt. Intervisie of zo. Ja, ja, ja. ja en, en, en dat mag ook, want ik bedoel... Um, ik, ik vind het vreselijk terwijl ik dit nu zeg, maar ik ga het wel zeggen, dat ik de naam van mijn schoonmaakster niet ken. Terwijl ik wel nee. altijd als zij uh, het kantoor heeft schoongemaakt, uh, nog een babbeltje doe met haar en, en zeg uh, bedankt ervoor. Ja. Maar dat, dat zegt gewoon weg dat ik zoekende ook ben naar hoe kan ik die afstand zo klein mogelijk maken. Ja. En um, ja, dat, die dag was uh, ook al. Hadden we een probleem en, en zaten we met waar ligt het nu aan? En, en is het, het is, het, is, het is niet goed gegaan. Um, was het voor mij, toen ik terug naar huis reed, reed wel een goede dag. Want via vertrouwde mij. En dat, ja. dat was voor mij al de winst. Ja, ja. Werken jullie ook aan hoe, hoe je dat vertrouwen met de patiënten weer kan opbouwen? Zijn er daar, ja... Tips of, of tools die je gebruikt om, om daarmee aan de slag te gaan met een, met een jonge arts? Uh, ja, wat, wat ik altijd doe is: uh, zorg niet te veel dat je in, in vaagheden vertelt, dat je geen beeldspraak gebruikt, dat je uh, mm. ook de, begint met excuses, zonder dat je daar misschien allerlei juridische de, 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 uh, de, uh, de, uh, dramas van moet maken, maar gewoon alleszins mm. al erkent. Wat er de patiënt is overkomen. En voor de rest is het gewoon het gesprek het gesprek laten zijn. Ja. Niet al met een bepaald doel dat gesprek ingaan. Want er zullen nog meerdere gesprekken moeten volgen. Uh, dus dat geef ik wel mee. Ja. We hebben een, uh, een vraag van vanuit het publiek. En ik ja, ze sluit hierbij aan en ik, ik stel ze aan aan jullie beiden, maar misschien ook. Bij uitbreiding aan, aan Shirin, want ik denk dat het iets is dat iedereen hier op de werkvloer eh, wel ervaart: die toenemende druk op de zorg en in de zorg. Eh, ja, we zitten met een mogelijk tekort aan zorgpersoneel. Eh, ja, ho hoe staat dat in relatie tot patiëntveiligheid, eh, mogelijk fouten maken en daar toch voor openstaan om daar open over te zijn? Speelt dat een rol? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, ja, soms. Heb je, ervaar jij die druk bijvoorbeeld? Um, nou, om mijn poli als voorbeeld te nemen, ja. die zit soms vol. Maar ik wil wel de tijd hebben voor elke patiënt. En elke patiënt, ik wil in ieder geval elke patiënt het gevoel geven dat ik de tijd heb. Ja. Ja. Um, en ja, soms heb ik die eigenlijk niet. Maar dan maak ik die wel. En dan loopt de afspraak daarna uit. Maar daardoor weten de patiënten die wat vaker bij me komen wel dat ik altijd de tijd zal nemen. Of op de spoedeisende hulp als voorbeeld. Je kan naast een bed blijven staan en de uitslag vertellen. Of je kan toch een krukje pakken, ja. naast iemand gaan zitten ja. en de uitslag vertellen. Dan ja. kost het me in beide gevallen vijf minuten. Mm -hmm. Maar in het geval dat ik op het krukje zit, heeft denk ik de familie ja. en de naasten... want die zijn net zo belangrijk, ja. het gevoel dat ik echt de tijd voor ze had. Ja. Dat is uh, een mooi voorbeeld, denk ik. van. Heel mooi. Uh, ja. ja. Je menselijk op te stellen um, ja. en misschien gewoon naast iemand te gaan staan, dan denk ik dat we spreken over compassie. Zeker. Ja. ja. Samen ja. met iemand het traject doorlopen ja. of toch een stukje daarvan alvast. Ja. Ja. Jullie die daar iets uh, aan willen toevoegen? Nou, ik denk dat de, de werkdruk voelen we, denk ik, met z'n allen. Ja. Uh, in iedere ja. laag. Um, persoonlijk denk ik dat dat eigenlijk niet van invloed mag zijn op patiëntveiligheid. En ik denk dat we juist daardoor. Misschien wel alerter zijn op uh, dingen die misschien wel of niet uh, goed gaan. Ja. Uh, juist vanwege die verhoogde werk. Dus ik zou me eigenlijk willen omdraaien uh, dat we hem maar het beste kunnen gaan gebruiken ja. uh, in ons voordeel. Ja. Om ervoor te zorgen dat we juist scherper en alerter blijven. Omdat we weten dat we heel makkelijk kunnen worden afgeleid door die hele berg nevenactiviteiten of nevenwerkzaamheden die we te doen hebben. Ja. Ik wil nog even terug focussen op uh, ja, over patiënt en jonge dokter. Via, jij bent ook betrokken in iets dat heet het Netwerk De Jonge Dokter. Wat doen jullie op dat gebied of wat gebeurt daar? Ja, uh, Stichting De Jonge Dokter is een uh, stichting door de jonge dokter, voor de jonge dokter. Waar we proberen het onbespreekbare bespreekbaar te maken. En zo zien we dat sommige dingen die een aantal jaar geleden, we staan nu vijf jaar. ...niet zo bespreekbaar waren, eigenlijk steeds bespreekbare, bespreekbaarder worden. Mm -hmm. Zo organiseren we elk jaar het uh, Foutenfestival... ...waarin we een, nou, een veilige omgeving creëren... Uh, ...om met elkaar te praten over die momenten dat we dachten... ...oh, misschien gaat het minder goed dan ik eigenlijk had gewild of had gedacht. Um, en daar dus weer van te leren, want... En dus ook dokters over heel het land op één plek te hebben. Want wat ze in Groningen leren, ja, dat mag ik hier in Utrecht natuurlijk ook leren. Dus ja. leren van elkaar en leren van de, de voorbeelden die we van elk ziekenhuis uh, meenemen. Maar ja. ook juist een netwerk te creëren waar je. Terecht kan als jonge dokter. Zo hebben we een buddyproject... waar je je kan aanmelden. Van nou, ik ben net begonnen als dokter. Ik kom wat dingen tegen. En ik vind het fijn om met een andere jonge dokter. die maar al iets langer in het vak zit. Um, te praten en te vragen: hoe doe jij dat nou? Ja, ik. Um, ja, ik wou eigenlijk ook nog even nadenken over. die opleiding en hoe je dan binnen die opleiding. toch een soort van klimaat creëert waarbinnen dat mogelijk is. Want ik stel me voor artsen in opleiding. Ja, er ligt best wel wat druk um, op die jonge mensen om het goed te doen. En misschien beter meer zelfs om het perfect te doen altijd. Je weet ook dat je constant geëvalueerd wordt, want je bent er nog niet. Dat creëert waarschijnlijk druk, misschien wel competitie. Um, ja, hoe, hoe kan je daarin toch een soort van ja, klimaat creëren waarin openheid en, en kwetsbaarheid een, een plek krijgt? Ik denk, uh, wat belangrijk is, is dat niet elke jonge dokter in, uit eenzelfde vorm komt. Iedereen heeft zijn eigen verleden, familie, cultuur, normen en waarden. En ik denk dat uh, het heel belangrijk is voor onze ouderen harder te beseffen dat de eerste vraag die we ons moeten afvragen als iemand bij ons komt opleiding volgen. Is. Uh, maar wie is die persoon? Mm -hmm. En wat heeft die persoon vervolgens nodig van mij. om te geraken tot de doelen die hij of zij zichzelf heeft gesteld? En daarbij kan jij als, als ervaringsdeskundige. misschien eens wat meer gaan, gaan sturen. in die zin van dat het medisch-inhoudelijke. ja, dat, dat, dat is het laaghangend fruit. Dat, dat is logisch. Maar dat je ook merkt. Dat jij ook niet uit één mal komt als een opleider. Dat jij ook met je achtergrond een opleiding ja. aangaat. En dat je net zo goed als dat wat je met je patiënt hebt, dat de match er hopelijk heel goed mag zijn. Maar de match er misschien soms niet is. Dat je kijkt van, nou, wat kunnen we samen doen om die match te verbeteren. Mm -hmm. um, dus dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ik ga daar even verder op inpikken, want er is um, een andere vraag uit het publiek ja, die zowel aansluit bij de eerste, namelijk die werkdruk kan ook verminderen door patiënten te betrekken. Um, Jij ja, spreekt daarover het samen te doen, um, de patiënt leren kennen, begrijpen waar hij naartoe wil. Um, wat voor hem belangrijk is, hoe hebben jullie daar zelf ervaringen mee? Hoe nauw werken jullie samen en is het een, een traject dat je samen aflegt? Nou, in, in ons geval is het contact uh, over het algemeen wat korter dan uh, bij een beschouwend vak waar mensen wat langer onder ja. controle blijven. Wij zijn eigenlijk heel simpel, heel platgeslagen uitvoerders. Um, maar wij, wij spreken de patiënten vaak voor de operatie. Uh, dus de behandelrelatie die wij hebben als cardiatorenkaalschirurgen met de patiënten is vrij kort, maar, maar heel intensief. Um, en. Um, de mate van contact hoeft niet af te hangen, denk ik, van hoe lang je iemand kent. Maar het gaat echt om wat je in die contactmomenten uh, doet en bespreekt. Ja. Um, en nou kunnen ze natuurlijk bij ons vrij weinig uh, meebeslissen over... ja, ze kunnen meebeslissen over de, de behandelingsvorm wellicht... maar als er eenmaal besluit is gevallen tot de operatie... kunnen zij niet tegen mij zeggen... ik wil dat je rechts opnaait in plaats van linksom ja. bijvoorbeeld. Maar als het gaat bijvoorbeeld om een hartklepkeuze... dan is dat zeker iets wat we samen beslissen. Ja. Dat begint ook steeds meer uh, naar ja. voren te komen... in de verschillende specialismen ook. Het samen beslissen begint een hele grote rol uh, te spelen, gelukkig maar. Via zie jij dat in jouw... jouw... Opleidingstraject um, of als jonge dokter voel je dat daar een omslag is? Um, ik denk wel dat het steeds meer om het samen beslissen gaat en in, in de verbinding aangaan met je patiënt. en, en Ja, tuurlijk, je gaat een, 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 een behandelrelatie met elkaar aan, maar dat ook echt zo zien. Ja, ja. oké, okay. bedankt. Ik um, denk dat we aan afronden toe zijn, jammer genoeg. Um, ik eh, wil ook nog graag even meegeven dat eh, zowel wij hier de familie van Joost en de moeder van Joost in het bijzonder willen bedanken eh, voor haar bijdrage vandaag, eh, maar dat ook eh, bij extensie Peter Kleski eh, ja, zijn, eh, zijn sympathie, empathie, compassie eh, wil, wil doorgeven eh, aan de ouders eh, van Joost omdat hij zich wel erkend in het verhaal, uiteraard. Um, ja, het is een onderwerp dat blijft boeien. Um, dat hebben we ook gemerkt aan het aantal um, ja, mensen dat hebben ingelogd vandaag. We zitten over de 160 deelnemers. Um, ja, dat betekent toch dat, uh, ja, dat het iets is waar we blijvend uh, zorg voor moeten dragen. Um, als ik zelf een uh, afsluitende boodschap dan misschien kan meegeven, dan refereer ik eigenlijk ook graag naar ja, wat er in de cliëntenraad zo mooi is samengevat in de titel van hun werkdocument, um, minder patiënt meer mens. Ik denk als ik mag samenvatten, misschien moeten we dat uh, verlengen of, of een parallel trekken naar um, minder arts meer mens. Um, als het dan de samenvatting voor vandaag mag zijn. Uh, dank aan uh, de mensen hier in de zaal via uh, Filip, uh, Shirin, Dank voor jullie bijdrage. Um, Uiteraard wens ik ook deze lezing af te sluiten met mijn uitdrukkelijke dank aan Adrian Cullen, die ja, ook na haar overlijden ons blijft aanmoedigen om als ziekenhuis te leren uit fouten, zodat die zich niet herhalen of alleszins geen gelijkaardige fouten zich herhalen, en dat we geen toegevoegd leed brengen bij patiënten en naasten die al in zeer moeilijke situaties verkeren. Um, ja, ik hoop dat wij uh, in het afgelopen uur op een constructieve en zinvolle manier hebben kunnen bijdragen aan het thema Open Disclosure After Serious Harm. Um, u kan de lezing uh, opnieuw beluisteren en dan rest mij uh, verder om u een uh, fijn weekend te wensen.